Nienke Wijnhoven, voormalig kandidaat van het programma The Voice of Holland, heeft een beslissende stap gezet in haar strijd voor gerechtigheid. Ze heeft een artikel 12-procedure gestart om Jeroen Rietbergen, de voormalige muzikaal leider van het programma, voor de rechter te krijgen. Dit nieuws werd bevestigd door haar advocaat Sebas Dijkstra na berichtgeving van het AD. Jaren geleden, tijdens haar deelname aan The Voice of Holland, beweert Nienke dat zij het slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag door Riedbergen. Haar moedige beslissing om naar voren te komen, volgde op onthullingen door het YouTube-programma Boos, dat een reeks misstanden binnen het programma aan het licht bracht. Tot ontsteltenis van velen, waaronder Nienke zelf, besloot het Openbaar Ministerie echter de zaak tegen Riedbergen te seponeren vanwege een vermeend gebrek aan bewijs. In reactie hierop heeft Nienke de kracht gevonden om een artikel 12 procedure te starten, een proces dat ingezet kan worden als men het oneens is met de beslissing van het OM om niet te vervolgen. Dijkstra bevestigt, het klopt dat cliënten een klacht op grond van artikel 12 van het wetboek van strafvordering bij het gerechtshof heeft ingediend, nu het openbaar ministerie alsnog heeft beslist om de gewezen verdachten niet te vervolgen. Deze procedure geeft Nienke de kans om haar zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voor te leggen, waarbij ze hoopt dat er aanvullend bewijs, zoals getuigenverklaringen en andere meldingen, wordt toegevoegd aan het dossier. Cliënten hoopt dat deze stappen zullen leiden tot een zorgvuldige herbeoordeling van haar zaak en dat er door het gerechtshof een rechtvaardig oordeel zal worden geveld, vervolgt Dijkstra. De moed en vastberadenheid van Nienke om deze juridische route te bewandelen, onderstreept haar wens voor rechtvaardigheid, niet alleen voor zichzelf maar ook als een standpunt tegen grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentindustrie. Terwijl de juridische strijd voortduurt, wachten velen in spanning af of deze procedure uiteindelijk zal leiden tot een rechtszaak tegen Jeroen Rietbergen.